Dat is die Birk. Wat wil je, roversdochter? Ik wil dat je mijn vossenjongen met rust laat en uit mijn bos verdwijnt. Jouw vossenjongen? Jouw bos? Die vossenjongen zijn hun eigen baas, snap je dat? En ze leven in het bos van de vossen. En dat bos is ook van de wolven, de beren en de elanden. Ik ken alles wat in dit bos leeft. Je hoeft mij niets te leren, hoor. Dat bos is trouwens ook van mij. En van jou, roversdochter. Maar als je het voor jou alleen wilt hebben, dan ben je dommer dan ik dacht. Ik deel het bos graag met vossen en elanden, maar niet met jou. Ronja! Ik ben niet bang voor een beetje mist. Hier, maar zorg dat de riem tussen ons gespannen blijft. Als je je door de onderaardse mee laat lokken, ben je verloren. Dat weet je toch? Bedankt. Vanaf hier vind ik de weg zelf wel naar de Borka-vesting. Waarom schreeuwt ze zo? Waarom doet ze dat? Het dak kapot? Waarom toch? Waarom? Help me dan! Klein, mooi mensenkind, dat hier ligt te rusten. Ja, 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 ja. Morgen! Morgen pakken we je! Morgen pakken we je!
Sonja, moet je niet naar huis? Verlaat me niet, verlaat me nooit meer. Nee, als het touw tussen ons maar gespannen blijft. En laat me nu los, dan zal ik zien of ik je los kan krijgen. Birk, ik wou dat jij mijn broer was. Dat kan ik wel zijn, Ronja, mijn zusje. Dat is Tondel. Dat brandt heel gemakkelijk. Ronja, mijn hartedief. Doe je voorzichtig. Dat is vuursteen. Dat gebruik je samen met een vuurslag om vonkjes te maken. Dat is een vuurslag. Dat gebruik je samen met een vuursteen om vonkjes te maken. Dat is een fakkel. Hey, er waait lucht uit die oude kast. Het lijkt wel alsof er iets achter die stenen zit. Is daar iemand? Ronja? Ronja! Birk! Oh, Birk! Ik heb lang gewacht. Mijn zusje, wat fijn je stem te horen. We kunnen elkaar alleen nog maar in het geheim ontmoeten. Zo is dat. En ik wil helemaal geen dingen in het geheim doen. Sinds ik ontsnapt heb bij die aardmannetjes heb ik op je gewacht. Je bent niet veranderd. Alleen ietsje bleker. Sst,
Er komt iemand aan. Als ze ons ontdekken, zijn we verloren. Mijn zusje, wat fijn je stem te horen. Wat is er met jou gebeurd? Wij zijn arme rovers tegenwoordig. We hadden wel een voorraadje meel, knollen, erwten en gezouten vis, maar daar begint nu ook een eind aan te komen. Het is zo naar om honger te hebben. Ronja, ik heb zo gezocht in de naam van de vogelheksen. Wat doe je hier? Ik kijk heus wel uit dat ik niet verdwaal. Dat is goed, Ronja. Maar wees voorzichtig. Ronja, ben je hier nu alweer? Ik kan niet eeuwig sneeuw ruimen. Kom, nu wil ik hier weg. Nee, ik kan niet eeuwig sneeuw ruimen. Maar dobbelen wel. Wat vind jij, Ronja? Dobbelen kan altijd. En zeker nu. De hoogste wind. Zo, en nu zal ik laten zien hoe je 21 moet gooien. Nou, nu mag het wel eens goed gaan. Ja, nu moet ik gaan. Doe dat maar. Ronja, mijn kind, help me eens even. We moeten die rovers eruit zien te krijgen. Buiten bij de poort moeten ze zich wassen en het ergste vuil eraf schrobben. Nee maar, daar heb je Ronja. Lovis wil dat jullie naar buiten gaan en jullie wassen. Nooit, het is winter buiten. Nee maar, daar heb je Ronja. Lovis wil met jullie praten. Waarom dan? Ze wil jullie iets laten zien. Vertel haar dat we aan het eten zijn. Wat wil je, mijn dondersteentje? Kunnen jullie niet even mee naar buiten? Waarom dan? Alsjeblieft. Een andere keer, Ronja. Nee, maar Ronja. Lovis heeft hulp nodig bij de poort. Vraag kleine Cliff en Fjosok. Zij zijn al buiten. Maar ze heeft jullie hulp nodig. Het is zo koud buiten. Brrr. Vraag het aan Fjosok. Dat is een rattenval. Dat zijn wortels. Dat is kaas.
Dat is brood. Eet het maar op als je honger hebt. Mijn zusje, wat fijn je stem te horen. Is het waar dat je mijn broer wilt zijn? Mijn zusje, wat fijn je stem te horen. Sinds ik ontsnapte bij die aardmannetjes heb ik op je gewacht. Je bent niet veranderd, alleen ietsje bleker. Kijk uit hoor, want nu kom ik met de luizenkam. Bedankt. Nu ben ik helemaal luizenvrij. Dat is een rattenval waar een stuk kaas als lokaas in zit. Een rat! Lieve rat! Nee maar, Ronja. Lovis heeft hulp nodig bij de poort. Dat gaat niet nu. De paarden moeten gevoerd worden. Maar ze heeft jullie hulp nodig. Zoek maar iemand anders. Nee maar, Ronja. Lovis wil dat jullie je gaan wassen bij de poort. Nu? Nooit. Het is ijskoud buiten. Nee maar, Ronja. Lovis heeft hulp nodig bij de poort. Ik en kleine Cliff moeten de paarden voederen. Maar ze heeft jullie hulp nodig. Dat haal ik niet. Ik kan de paarden wel voeren. Lovis heeft hulp nodig bij de poort. Ga je mee, Fjoosok?
Nu trakteer ik iedereen op kippensoep. Eindelijk kon Ronja haar bos, waar ze zo hevig naar verlangd had, opzoeken. Ze rende en rende in één ruk naar het bosmeer. En daar was Birk. Ik heb lang gewacht. Ik moet een lentekreet schreeuwen, anders barst ik uit elkaar. Als in een lenteroes sprongen Ronja en Birk rond in het bos van Mattis. Maar toen de schemering viel, gingen ze ieder hun eigen weg. Toen Ronja thuis kwam, waren alle rovers uitgelaten. Mattis bulderde van het lachen. Ronja vroeg zich af wat er aan de hand was. Toen zag ze dat er iemand met gebonden handen en voeten in de verste hoek van de zaal lag. Het was Birk. Mattis had Birk gegijzeld. En als Borka niet snel met zijn rovers uit de Noorderdoord verdween, dan zou Mattis Birk gevangen houden. Ronja werd woedend op Mattis. Zoiets mag je niet doen, jij ongedierte. Zoiets mag je niet doen. Je mag best dingen roven, geld en spullen en rommel, maar mensen mag je niet roven. Als je dat doet, dan wil ik je dochter niet meer zijn. Ik heb een adder gebroed gevangen, een luis, een klein stukje gespuis. En ik ga eindelijk opruiming houden in de burcht van mijn vader. Daarna kan je mijn dochter zijn of niet, wat je maar wilt. De volgende morgen stonden de twee roverstroepen aan beide kanten van de hellepoel. Birk had een riem om zijn hals en Mattis hield die riem in zijn hand alsof hij een hond bij zich had. Wanneer denk je te vertrekken? Eerst moet ik een plek zien te vinden waar we ons veilig kunnen voelen. Maar als jij me mijn zoon teruggeeft, dan kun je erop vertrouwen dat we voor het eind van deze zomer weg zijn. Zowaar ik Borka heet. Goed zo. En dan kun jij erop vertrouwen dat je je zoon voor het einde van de zomer terugkrijgt. Ik bedoelde dat ik hem nu terug wil hebben. Ronja stond zachtjes te kreunen. Birk zou tot het einde van de zomer in een kerker opgesloten zitten. Zo lang zou hij daar niet in leven blijven, dat wist Ronja zeker. Hij zou doodgaan en dan had zij geen broer meer. Daarom wilde zij Mattis straffen. Plotseling wist Ronja wat haar te doen stond. Even leek het of alles om haar heen begon te draaien. Toen zette zij zich af en vloog over de hellepoel. Kom je zoon maar halen! Maar mij kun je geen kind teruggeven, want ik heb geen kind.